Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een product empties video, dat betekent letterlijk producten die leeg zijn. Ik ga het hebben over alle make-up die ik helemaal op heb gemaakt. Vond ik het goed, vond ik het niet goed? Ik heb wel eens dat ik een product heb waarvan ik denk, ja, ik vind hem niet geweldig, maar ik vind hem ook niet heel slecht. Dus ik ga hem gewoon gebruiken totdat hij op is en dan haal ik gewoon geen nieuwe meer. Dus ja, het is niet altijd dat ik het heel goed vind als het op is. Dus ben je benieuwd naar al deze producten? Blijf dan gewoon even kijken. Nou, alle producten waar ik het over ga hebben zitten hier in een bakje en deze zijn allemaal leeg. Nou, de eerste die leeg is, is de Urban Decay Chill Setting Spray. Deze is helemaal leeg, ik heb die helemaal opgemaakt. Dit is dus zo'n gevalletje, ik vind hem niet geweldig, maar hij kost veel en ik heb hem, dus ik maak hem gewoon op en ik koop geen nieuwe meer. Ik vind hem wel gewoon goed, maar de reden dat ik geen nieuwe hiervan koop is omdat de Urban Decay All Nighter beter is. Ze zijn allebei rond de 30 euro, dus ik had eens van ik ga deze gewoon opmaken en dan ga ik gewoon de Urban Decay All Nighter halen. Ik heb die nou nog niet gehaald, maar ik moet die nog halen. Maar dat is dus de reden dat ik deze niet meer haal. Ik heb hier mijn Laura Mercier Translucent Powder. Geweldige poeder. Hij is ook een beetje prijzig, hij is 40 euro, maar deze is echt geweldig. Daarom is hij ook echt helemaal leeg. Ik heb hem helemaal opgemaakt. Hij gaat vrij snel op hoor. Je krijgt best wel veel product. Je krijgt echt 29 gram. Dat is echt best wel veel. Dus in principe is qua prijsverhouding is het wel een soort van waard. Ook omdat hij zo goed is. Haal ik hiervan een nieuwe? Ja. Heb ik dat al gedaan? Nee. De reden dat ik deze nog niet opnieuw heb gekocht is omdat ik deze twee heb. Deze is van Beauty Bakery. Deze heeft 21 gram, dus evenveel. En deze van Milani heeft 3,5 gram, dus wel iets minder. Maar ik vind deze twee echt top. Dus vandaar dat ik deze nog niet heb gehaald. Ik ben wel van plan om hem nog te gaan kopen. Maar het is niet echt dat ik er druk achter zet. Aangezien ik met deze ook mezelf knap kan maken. Ik heb hier de NYX Matte Setting Spray. Ik heb allemaal setting sprays. Deze is helemaal leeg. Deze is ook vrij klein. Dus hij gaat best wel snel leeg. Dat vind ik wel echt minder. Ik heb al een nieuwe gekocht. Deze ook alweer bijna leeg. Deze is 8 euro. Ik zou maar willen dat ze hiervan een grotere maken. Want ik vind deze echt geweldig. Maar omdat hij zo klein is, gaat hij steeds zo snel op. Ik heb deze ook nog maar net en deze is ook alweer bijna op. Maar ik vind deze echt geweldig. Hij maakt het echt helemaal mat. Ik heb hem vandaag ook opgedaan. En ik vind hem echt helemaal top. Hij spreekt ook gewoon fijn. Er komt niet allemaal te veel water op mijn gezicht. Dus ja, dit is echt een toppertje. Ik heb ook de Dewy variant. Omdat ik toch een droge huid heb, wilde ik niet altijd mat. Maar ik vind deze nog steeds beter dan deze. Nou, ik heb hier nog een translucent powder. Die van Beauty Bakery. Nou, ik heb al net laten zien. Ik heb al een nieuwe. Echt letterlijk de dag dat deze opging, heb ik een nieuwe gekocht. Ik moet wel zeggen, ik vond hem eerst heel geweldig. Maar mijn mening begint een beetje te veranderen. Puur omdat er allemaal nog witte poeder hier zo blijft bij mijn onderoog. En ik vind dat echt, ja, best wel minder. Want ik moet dan echt best wel hard met die kwast drukken om het er goed af te krijgen. En dan blijft hier nog zo'n beetje een witte waas. Dus ik ben bang dat ik hierna geen nieuwe mee ga kopen. Ook omdat ik nou de Milani Medium Light heb. En ik vind deze echt top. Ook al is het echt super weinig. En qua prijsverhouding kun je alsnog beter deze halen. Maar ik vind hem toch iets te wit. En het blijft ook echt zitten. Ja, dat vind ik gewoon echt iets minder. Nou, we gaan nog even verder met de sprays. Ik heb hier MAC Fix Plus. Ook helemaal leeg. Dit is een fixing spray. Geen setting spray. Veel mensen weten het verschil niet. Een setting spray set letterlijk je make-up. Die zorgt ervoor dat je make-up goed blijft zitten. Hele dag op zijn plek. En een fixing spray zorgt ervoor dat alle poeders mooi in geheel worden. Daarom is deze MAC Fix Plus ook wat matter. Dus als je heel veel spuit en je hebt al oogschaduw op, kan het gaan lekken. Dus je moet echt oppassen met oogschaduw. Maar ik doe deze altijd midden in mijn make-up routine. Als ik al veel poeders heb opgedaan, doe ik deze. Zodat die allemaal mooi één worden en mooi samen smelten. En het niet zo poederig blijft. En dan aan het einde van de make-up doe ik een setting spray. Ik moet deze altijd hebben, dus ik heb ook al een nieuwe. En toen ik deze ging kopen, kwamen er allemaal van deze soort geurtjes. En ik heb de kleur roos. Toen ik deze kocht was dat nog niet. Dus vandaar dat deze wit is en deze roze. Nou, nog één spray. En dat is de e.l.f. setting spray. Ik was op zoek naar... Ik wilde een dupe video gaan maken. Dat ik één helft deed met dure make-up. En één helft met wat goedkopere make-up. Nou, die video is er nooit van gekomen. Maar ik ga hem nog wel maken. En toen was ik dus op zoek naar een dupe van MAC Fix Plus. En toen kwam ik erachter dat deze dus een dupe is. Hij is wel een stuk kleiner, maar ook een stuk goedkoper. Deze is nou helemaal leeg. Ik heb hem helemaal opgemaakt. Maar dit was wel zo'n gevalletje van ik ga geen nieuwe kopen. Want qua prijsverhouding en hij is zo klein kun je alsnog gewoon beter MAC Fix Plus halen. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel een goede dupe.
Want hij laat mijn make-up ook gewoon mooi in geheel worden. En de poeder wordt ook oprecht minder. Maar ja, je moet hem iedere keer bestellen op de Elf website. En dan heb ik ook verzending erbij. En ik wil altijd alleen maar deze. Dus qua prijs en moeite had ik iets van ja, ik kan gewoon net zo goed bij MAC Fix Plus blijven. Ik heb hier de brow pencil van Benefit in de kleur Black. Deze is ook helemaal leeg. Heb ik helemaal opgemaakt. Ik vind het een heel fijn wenkbrauwpotloodje. Hij is wel heel duur. Hij is 30 euro. Heb ik hiervan een nieuwe gekocht? Nee. En dit omdat ik gewoon mijn NYX brow pencil prima vind. Ik had deze destijds gekocht omdat iedereen hem zo goed vond. En ik wilde zien waar de hype allemaal over ging. En of hij echt 30 euro waard is. Ik vind hem heel fijn. Echt waar. Maar ik vind hem geen 30 euro waard. Puur alleen omdat andere wenkbrauwpotloodjes ook echt prima zijn. Dus vandaar dat ik hiervan geen nieuwe meer heb gehaald. Ik heb hier de Essence The False Lashes mascara. Mijn favoriete mascara. Deze is niet per se leeg, maar die is gewoon heel oud. Ik had hem al zo lang. Hij moest echt worden vervangen. Kijk op die spoelie helemaal. Hij is helemaal vies geworden. Dus het werd echt tijd voor een andere. Heb ik hiervan een nieuwe gekocht? Jazeker. Want deze is zo goedkoop. En zo geweldig. Ik heb sowieso een nieuwe gekocht. En die heb ik hier. Deze heb ik vandaag ook gewoon weer gebruikt. En ik heb niet alleen deze gekocht. Ik heb er nog één. En dit is nog een backup. Dus deze mascara is echt geweldig als je echt van volume en dramatisch houdt. Als je daar niet van houdt, ga je deze veel te dik en klonterig vinden waarschijnlijk. Ik heb hier de L'Oreal Paradise mascara. Hier was ook een hele hype over. Iedereen vond hem heel goed. Dus ik had hem ook gekocht. Want hij is niet heel duur. Hij is 15 euro volgens mij. Iets in die categorie. En ik vond hem niet zo. Ik vond hem niet de hype waard. Ik vind hem veel te dik. Veel te ja, viezig, zo klonterig. Ik bedoel van kijk even dit. En zo oud is hij niet, hè? Dus ik vond deze echt vreselijk. Na een aantal keer gebruiken heb ik hem niet meer gebruikt. Want ja. Mijn Catrice Liquid Liner. Favoriete eyeliner. Heb ik deze opnieuw gekocht? Jazeker. Hier is de nieuwe en hier is de oude. Dit is echt mijn favoriete mascara. Hij is zo gepigmenteerd. Hij brengt heel makkelijk aan en hij droogt mat op. Dat vind ik altijd heel fijn. En hij kost maar iets rond de 3 euro bij de Kruidval. Deze is super goedkoop. Ik zou hier zeker 30 euro voor hebben betaald. Als deze 30 euro was, zou ik hier oprecht zoveel geld voor betalen. Want zo goed vind ik hem. Ik vind het heel knap dat ze zoiets goeds kunnen maken voor zo weinig geld. Ik heb hier 3 concealers die helemaal leeg zijn. De Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020. Ik heb hier de Revolution Conceal & Define in de kleur C5. En ik heb hier de Maybelline Age Rewind in de kleur Light. Deze 3 concealers ga ik echt... Ik ga hier zo hard doorheen door deze 3. Deze zijn altijd leeg. Deze 3 zijn ook echt helemaal leeg. En heb ik deze opnieuw gekocht. Ja, hier zijn de nieuwe, hier zijn de oude. Echt mensen, ik gebruik deze zoveel. Deze zijn allemaal echt een goede volledige dekking. Qua dekking is deze van Maybelline wel het minste. Ik gebruik deze daarom ook als gewoon een alledaagse foundation. Concealer bedoel ik. Ik heb hier de Catrice Camouflage Concealer. Deze is heel licht. Ze hebben ook niet echt donkere kleuren. Deze gebruik ik als ik mij opmaak zoals vandaag. Als ik van die hele mooie lichte onderogen wil... Onder ogen. Ik zeg steeds onder ogen. Als ik gewoon heel licht wil hebben hier onder mijn ogen, dan pak ik deze. Deze is full dekking. Echt, je hoeft bijna niet eens veel te gebruiken. En deze is van Catrice ook gewoon lekker goedkoop. Echt, deze ook. Als deze 30 euro was, had ik er ook echt 30 euro voor betaald. Ik heb hem ook vandaag op. Echt, hij is flawless. En de Revolution Conceal & Define in de kleur C5. Deze zijn dus nieuw. Ik heb hier ook een video over gemaakt. Klik even hierboven als je die nog niet hebt gezien. Deze is ook full dekking. Enige nadeel is, hij is super klein. Je krijgt volgens mij echt maar... Er zit hier maar 3,4 milliliter in. Dat is echt belachelijk weinig. In een gemiddelde concealer zit 6. Dus deze gaat er echt heel hard doorheen. Dat vind ik wel echt super jammer. Maar ik heb alweer een nieuwe gekocht. Dus deze 3 favoriete concealers. En dan heb ik hier nog mijn NYX Brow Pencil in de kleur Black. Favoriete brow pencil. Ik heb hem ook weer vandaag gebruikt. Deze is helaas echt helemaal leeg. Ik vind het zo'n nadeel dat je het niet ziet aankomen, zeg maar. Gewoon op een dag is hij ineens leeg. Ineens draait hij niet meer. En dan zit ik hier en denk ik, oh mijn god. Dus ik heb backup gekocht. En ik heb hier alweer de nieuwe. Maar ik heb er 2 gekocht. Want echt, deze is ineens leeg. En dan... kan ik mijn wenkbrauw niet eens meer fatsoenlijk doen. Ik heb wel een paar andere wenkbrauwproducten voor als deze op is. Maar ik wil toch altijd gewoon deze gebruiken. Nou, dit waren alle make-up producten waar ik lekker hard doorheen ben gegaan. Die helemaal leeg zijn. Het gebeurt niet heel vaak dat make-up opgaat hier bij mij. Want ik heb zoveel make-up en ik wissel zo vaak af. Dat het gewoon niet vaak gebeurt. Maar deze producten gebruik ik gewoon keer op keer. Waardoor ze gewoon snel opgaan. Nou, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En de video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij mijn volgende video. Doeg!